Follow me, guys. Het is in dat portal te doen. Die portal, denk ik. Allemaal tegelijk in die portal. En nu de ik heb mijn pauw 4 en ja, ja, ja. Hé, hey, hier is het. Wij staan hier allemaal mooi op poort, dat dan een jaar net in de hoek was van... uit aan mijn out. Jarne, ga jij maar eerst. Nee, ga jij maar eerst. Ja, ah! Als eerste gevonden. Gewoon slaan. Hallo. Oh, we hebben best wel een mooie plek trouwens. Oh shit. Alleen... Wat? Wacht, wacht, wacht. Ik spuit gelijk. Wacht, is hier al iemand, hè? Ik, aan de kant, aan de kant. Ja, ja, we zijn boven mensen. Oh fuck, ik heb wel geen pumpkin mee. Ik maak wel even wat safe places. Waarom mis ik alles? Ja, ik heb ook al veel gemist. Ik mis alleen je trekken. Ah! Nice. Droog je tranen, ook al heb je veel verdriet. De Enderman valt de trekken aan. Au, au, au. Ik denk dat er iemand dood is, denk dat ik heel dood is, of te zeggen dat hij kan klutschen met water. Oh. Ja, ja. Ik ook, hè, dat je net weer. Luke, ik had een poosje meegenomen. Slow falling, of wat? Ja. Ah. Ja, lekker, hoppa! You got it. I'm just here for the gratis XP. Hey, ik ook. Ga je dingen. Uh-oh, Enderman, 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 nog meer Enderman. Ik heb best wel van die poortjes gemaakt, dus. Hoppa, level 73. Last shame. Nice. Ik ga mending hebben en dan heb ik alles, zeg maar. Oké, okay, Jarna, aan jou de eer, het komt trouwens het ding af. Kom op, nog weer een. Ga ik erin? Oké. Okay. Ja, je mag erin van mij. Ik kijk ze niet eens aan. Ja, oké. Okay. Is het veilig? Is het veilig? Okay. Wacht. Hoppa, ah ja, inderdaad. Mooi! Het is een jagender dan het nodig is. Ja. Ja. Het is inderdaad zo echt stiller dan aan de... Oh. Ja, iedereen is echt stil, even op shit. Ik denk dat we beter die kant pakken. Iedereen is echt stil en heb je mij gerend over de brug. Maar ja, een rechte brug rennen is niet moeilijk, hè. Jarne? Ja. This man is too dangerous to be kept alive. Er is een brug die eindigt plotseling. Op het volgende eiland, maar net alsof Jarne in de void was gevallen. Waar ben je? I'm scared. Oh, daar zie je. Deze coach moeten we hebben. Spring terug, sterf toch steeds. Ja, dat het niet veilig is. Hoppa, I spotted een. Ik heb een ding gespot. Ja? Heb jij een city? Ja, ik heb een gespot. De mine zit super laag. Ik heb alleen geen schip. Geen schip, wel schip. Ik heb wel een departure point, maar ik zie geen schip. Fuck. Oh, nog een End City, hoppa. Oh, voor 5 ik internet storing. Ja, godver. Twee, 3 stacks koppel te gaan. Ik heb ook net een End City gevonden, alleen ik moet eerst nog zien of er nog een schip is. En hopelijk is het dan net niet die dat Pieter heeft gevonden. Ik ga wel, Miranus, als je nog een beetje aan het stream bent, zou ik wel bij jou een beetje in de stream komen kijken. Echt, ik vertrouw. Nee, dat is advancement. Maar goed. Oké, jij wordt gevaarlijk. Nee. Oh, ik ging nog bijna dood ook nog. Uh-oh. Ligt het aan mij of ziet het schip eruit als een omgekeerd huis? Nu het zegt, ja. Alleen als hij nog die toren of die master nog zou weghalen, lijkt het er recht op. Uh-oh. Oh, daar is zo'n ding, dat ik weer naar de overworld kan, dus dat is handig. I don't need it. Yes, dit is nog niet gelood. Hey, look at that. GG, sky's the limit. Dankjewel. Also. Oh, nice. Ik heb net pas mijn eerste niet gevonden.
Oef. Ja, ik ging ook ja, puur voor de shockers eigenlijk, zeg maar. De meeste. Maar ja, Elytra is altijd welkom natuurlijk. Bij mijn cities weer. We hopen dat er niemand intussen binnen die junks is geweest. Ja, het voelt goed. Letterlijk. In de gewone wereld te zitten. En we zijn weer een paar dagen verder. We hebben dus nu een Elytra. Alleen ik heb mijn Elytra nu eventjes niet aan. Maar ja, we hebben helemaal niet genoeg gunpowder om rockets te maken dus. Ben ik van plan om zo'n creeper farm te maken. En ik heb wel een goede tutorial video al gevonden. Als ik het niet vergeet, komt die tutorial video ook in de beschrijving. Het is van Shulkercraft. Oké, dus simpel. Dus eerst 7 breed hier. Ik ga even hier gewoon doorplaatsen. Dan is het makkelijker om te zien waar ik moet hakken. Oké, nu moet dit 4 blokken diep zijn. Dus... ja, dit wordt even hakken. En mijn schep is net gebroken, dus moet ik weer een nieuwe halen. Nu even terug naar boven gaan. Ik had misschien beter ook scaffolding meegenomen. En dan moet ik ook een weg naar buiten zien te graven. Laten we nu moet ik een kant kiezen. Laten we deze kant kiezen. Oké, nu moet ik dit stuk hier nog een beetje uitmijnen. Want daar komen dan de magma blocks. De volgende stap is alles vullen met water. En ik moet ook even dit hier even weghalen, want dat was er gewoon hier even tijdelijk om te zien waar ik juist moet hakken. Oké, moet ik hier even 2 breed gat hebben en dan kan ik hier weer zo'n rij blokken plaatsen. Nog even alle trapdoors plaatsen. En nu langs deze zijkant moet ik dan een muur bouwen van 2 hoog nu. Zo, dat was de muur. Nu heb ik carpets nodig. We zien, eentje moet in het midden. En deze niet in het midden. Wacht. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dat is denk ik dan het midden. Voilà, dat is dan het tapijt dat geplaatst moet worden. Oké, dit moet ik helemaal vullen met... ik kan even niet op de naam komen. Ja, oh ja, trapdoors. Hopelijk kom ik er nog uit qua dingen. Trapdoors. Denk net wel of net niet. We hebben net een tekort. Oké, nu is het tijd dat we die kat naar hier lokken. Zit, mooi zit. Ja, blijf daar zitten. Ah, je bent schattig. Ja, dit is hoe de farm werkt. Het is gewoon de creepers worden bang van de kat. En dan rennen ze hierheen, alleen vallen ze in het water. En dan gaan ze naar die magma blocks waar ze doodgaan. En dan krijg ik gunpowder. Goed, dan is denk ik dit nog opvullen met hier nog een laag, denk ik, met gewoon een stone overheen. En dan alles hier een beetje verlicht en nog een EFK-ding maken. Er is zo'n mod waar je kan zien of het alles al voldoende verlicht is. Alleen is het nog niet uit op 1.19. Dus moet ik het even nu ook gewoon op gevoel een beetje random fakkels plaatsen. Of misschien plaats ik net iets te veel toortjes. Maar ja, ik wil toch wel gewoon zeker zijn. Nog even scaffolding plaatsen. Zo is het genoeg. En dan hier een bok plaatsen. En nu shift inhouden belangrijk, zodat ik niet doodga. Dit moet is gewoon even een veilig spotje maken. Oh, ik heb al een trapdoor, dus die crafting table hoeft hij nog niet. En hier moet ik veilig zijn. Als het goed is, dan kan ik even EFK staan en dan zie ik straks wel hoeveel of de farm wel zijn, goed zijn werk doet of niet.
Oké, we zijn dus nu even later. Ik heb de tijd niet echt bijgehouden hoe lang ik EFK stond. Ik denk ongeveer zo'n 20-tal minuutjes of zo. Misschien 25 of zo. Maar niet langer dan een half uur, denk ik. En ja, ik was helemaal vergeten om mijn elytra aan te doen zodat ik naar beneden kan. Dus nu moet ik een andere manier zien te vinden. En dan kan ik gewoon even zo naar beneden gaan. En we hebben in totaal Tom Gravel. We hebben in totaal na dit kleine EFK stukje. Hoeveel hebben we in totaal? Ah, dit is wel een tegenvaller eerlijk gezegd. Ik had wel iets meer verwacht, maar ja. Misschien moet ik dan beter even meerdere lagen doen. Maar dan ga ik niet meer in de video doen, dan ga ik wel offscreen doen, denk ik. Goed, dit was dan deze video van op de ZMP server. We hadden in deze video dus de enderdraak verslagen. En daarnaast hebben we ook nog wat elytras gefixt. En nu hebben we ook een creeper farm. Dus bedankt voor het kijken naar deze video. En waarschijnlijk ga ik gewoon in de volgende aflevering werken aan mijn basis. Dus ja, bedankt voor het kijken.